Oké, mensen, we zijn vertrokken. De schaapjes worden naar de waarheid gebracht. Allee, je de regen. Oh ja. De schapen gaan naar de waarheid toe. Het is tijd om wakker te worden, mensen. Kijk, deze schapen worden ook wakker. Kijk, en daar lopen de roste schapen. Kijk, ook al een tegendemonstratie. Ik ben van de tegendemonstratie, mevrouw. Ik ga zo omdraaien, mensen. Neem even een kleine voorsprong. Het is lekker druk in Brugge. Hele mooie historische stad. Wat denken jullie, mannen? Hey, gaan we de schapen wakker krijgen? Ja, in België kan je ze plagen. Ik vroeg net, wat denken jullie, gaan we de schapen wakker krijgen? Maar ik kreeg geen respons. Te veel Hollands accent, denk ik. Ja. Maar deze schapen zijn wel wakker, of straks? Hey. Deze schapen zijn wel wakker straks op het einde. Ja, die volgen nog. Kijk. Ja. Goed zo, kom maar op. Naar de waarheid. Het is uiteindelijk een mooie opkomst. We zijn in Brugge. En voor de mensen die commentaar hebben over de schapen, het is helemaal niet zielig. In Turkije of Marokko lopen ook gewonde schapen overdag op straat. En de wolfwacht heeft twee functies. Het beschermt ze tegen de koude. Maar het isoleert ook tegen de warmte.